Ja. En denk je dat behalve het onderwater zwemmen, dat je qua hersenen, qua emoties, dat dat weer helemaal goed komt? Emoties juist. Ik kan niet huilen. Ik lach gewoon altijd. Lach te veel. Ja. De laatste tijd gaat het wel goed, gelukkig. Ja, en hoe anders jouw emoties reageren dan bijvoorbeeld mijn emoties, dat hebben we gezien toen we samen naar een actiefilm gingen kijken. Jij hebt een lekkere chillbank geregeld. Ja. Ik heb een goede film. Fight Club. Volgens mij ken ik hem, volgens mij heb ik al gezien. Ik zou niks meer vanaf weten hoe het gaat. Komt door het ongeluk. Nou, eens even kijken of we je geheugen nog een beetje kunnen opfrissen. Yes. Ja, geloof het of niet, ook Casper kijkt naar Fight Club. Al lijkt het alsof hij naar een heel andere film zit te kijken. Wat is dit? Ja, ik vind echt te veel dingen grappig, omdat ik niks anders kan. Ik vind het alleen maar grappig. Onze kat lag op sterven, verlamd tussen mijn moeders benen. En ik kon niet huilen. Ik zei alleen dat ik het erg vond. En toen ik voor het eerst zag, begon ik te lachen als gek. Lachen is verdriet voor mij. Of boos zijn is verdriet voor mij. Dit is moeder Inge. Zij had ooit een hele lieve zoon. Hij heeft die woede niet onder controle. Het zit gewoon in mijn hoofd, zit dan maar gewoon. Moet eruit. Je moet iets doen. Ja, huilen lukt toch niet. In plaats van huilen ga ik dan rossen. Keihard slaan. Als hij geïrriteerd wordt door iemand die hij goed kent, dan kan hij dat ook. Kan hij agressief worden met. En toen flipte ik echt heel hard door. Toen werd ik boos op mijn moeder. Ik ben gewoon naartoe gelopen. Bam! Ik heb mijn moeder geramd. En ik lag erbij, ik weet het. Meer kan ik niet. Maar wat doet het dan met jou als je dan je moeder slaat? Ja, dan zeg ik gelijk van, ja, kut, sorry. Dat had ik echt nooit willen doen, maar het moet gewoon uit. Agressie moet eruit. Maar dat is, vind ik het moeilijke. Hij kan er dus niks aan doen dat hij zo is. Hij doet het en hij kan er niks aan doen. Maar op dat moment is het niet Casper voor mij. Ik weet dat ik geen vrouw moet slaan, maar vooral je moeder. Dat is wel erg. Ja. Een vrouw en een moeder. Ja, maar ik kan mezelf gewoon niet, echt totaal niet inhouden. Ik moet slaan. Hard. Mijn allerhardst. Dat is tenminste een agressie kutgevoel in me. Gewoon echt een ongelooflijk kutgevoel. Moet weg. Dus ga ik gewoon maar gewoon bam slaan. Gewoon een klote zooi allemaal. Ja, mijn moeder is bang voor mij.